Is het mogelijk om zowel van een game onder de indruk te zijn als teleurgesteld? En is het dan nog wel een optie om een bijna heilige Gold Award uit te delen? We leggen het je uit in misschien wel een van onze lastigste reviews ooit. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the powers that dominate. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve. And thus is the light of hope severed. Final Fantasy XVI zou de eerste echte next-gen Final Fantasy worden en niet mogelijk zijn op oude consoles. Dit zagen we terug in gelikte trailers met spectaculaire in-game beelden, waar een PS4 inderdaad alleen maar van zou kunnen dromen. En dit werd nog eens dik onderstreept in een preview event, waar we een paar uurtjes met de game konden spelen en iedereen elkaar juichend high-fives aan het geven was. De hype bereikte pas echt zijn hoogtepunt toen Yoshida-san net voor het event liet weten dat Final Fantasy XVI geen Day 1 patch zou krijgen. De game zou namelijk perfect gepolijst zijn. Maar de hype kreeg snel een draai om de oren, want de framerate is gewoon verschrikkelijk. In de performance modus is de 30 fps cap losgelaten en meer niet. Dit resulteert in een framerate die allesbehalve stabiel is. Daar komt bij dat er ontzettend veel motion blur wordt gebruikt, die je niet kan uitzetten. De 30 fps modus is stabieler, maar ook niet perfect. Naoki Yoshida heeft dan nu ook ineens laten weten dat er toch wel een patch uitkomt die de framerate gaat fixen. Had dan niemand op het kantoor van Square Enix het lef om Yoshida-san even voorzichtig met zijn gezicht tegen de tv te duwen om duidelijk te maken dat deze framerate gewoon onacceptabel is? En wat nou als we je vertellen dat de beelden in de trailers en wat we hebben gespeeld in de preview inderdaad alleen mogelijk is op de PS5, maar dat dit maar zo'n 20% van de game is? Wat nou als die andere 80% overduidelijk ook op een PS4 had kunnen draaien? Square Enix zegt ook dat Final Fantasy XVI ooit in ontwikkeling was voor de PS4, maar dat deze oude console al snel werd gedropt. We denken eigenlijk dat ze daar niet helemaal eerlijk over zijn. Want ja, de mega over de top gevechten met Icons en andere eindbaasgevechten zijn absoluut next-gen te noemen. En we hebben zelfs ons bruutste baasgevecht ooit gehad in Final Fantasy XVI. Maar dit soort momenten zijn maar een gedeelte van de hele game. Het daadwerkelijke rondlopen door de wereld en je bezighouden met RPG-elementen is niet zo next-gen als je denkt. Sommige delen zijn echt stupid pretty, maar de rest ziet er behoorlijk gemiddeld uit en zelfs een beetje verouderd. Die epische stukjes konden niet hard genoeg gedowngrade worden voor de oude PS4. Dat is de reden waarom dit een PS5-exclusive is. In de basis blijft dit een PS4 game en dat zie je aan het hele design. Final Fantasy XVI is daarnaast behoorlijk lineair en heeft geen echte open wereld. Vanuit een map kies je steeds een gebied en die variëren van gangetjes en tunneltjes tot redelijk open gebieden waar je ook wel binnen een paar minuutjes doorheen loopt. Het ziet er allemaal prima verzorgd uit, maar next gen is het gewoon niet. Dat geeft ook niet, maar praat dan niet over dat dit allemaal niet mogelijk zou zijn op de PS4 en dat er geen Day 1 patch nodig is. Daar creëer je torenhoge verwachtingen mee, dus gingen we van super hyped naar flabbergasted in een paar uur. Vervolgens hebben we de game maar ook iets minder vanuit het perspectief van een verbaasde fan bekeken en keken we meer naar wat het gewoon is. En ja, lieve mensen, je verwacht het misschien niet, maar Final Fantasy XVI is gewoon een weergaloos vette actie-RPG. Final Fantasy XVI is bruut en rauw en dit is misschien wel de meest volwassen Final Fantasy game ooit, met een meedogenloos verhaal en allerlei zwarte emoties, waarbij hoofdpersoon Clive Rossfield, ja, de volle laag krijgt. Hij maakt al op jonge leeftijd ingrijpende dingen mee en gebruikt die haat tijdens de gevechten. Hij is een ontzettende badass, maar knap uitgewerkt wat betreft zijn emoties en motieven. Net als andere personages trouwens, zoals Jill en Cid. En het gevechtssysteem is mind-blowingly vet. De gevechten spelen zich volledig in real-time af en die gaan vrij snel. Je valt voornamelijk aan met je zwaard, maar je kunt ook on the fly wisselen tussen verschillende icon-magie die je tot je beschikking hebt. Hierdoor is het mogelijk om combo's te maken die wat van de Devil May Cry games weg hebben. Dit is het meest actievolle vechtsysteem in een Final Fantasy game ooit. En ondanks dat we nog steeds fan zijn van turn-based, is het systeem in Final Fantasy XVI echt helemaal top. Het is bovendien behoorlijk hardcore. Er zijn wel accessoires om de game makkelijker te maken, maar zonder hulp is het behoorlijk aanpoten en zal je echt alle moves van je tegenstander uit je hoofd moeten leren. We denken zelfs dat Souls-like liefhebbers hier hard op zullen gaan. Dit is dan ook de minst Final Fantasy-achtige game tot nu toe. Er zit amper gekkigheid in, geen minigames, weinig bekende vijanden enzovoort. Final Fantasy XVI voelt dan ook een beetje aan als een spin-off, een soort Stranger of Paradise, maar dan echt goed. Het was hierdoor ook een ware achtbaanrit om tot deze conclusie te komen.
komen, maar als Square Enix de framerate fixt en je in je achterhoofd houdt dat dit eigenlijk een multiplatform game is, met een aantal bizar mooie, memorabele gevechten, is het een dikke aanrader voor liefhebbers van actiegames en een must-have voor Final Fantasy fans. En daarom krijgt Final Fantasy 16 van ons alsnog een dikke 90. Who are we? What are the dominants? We are but mighty acts of God. Enough of this! I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? We shared a dream! I would be the king of the world! Vond je dit nou een fijne review? Vergeet hem dan zeker niet even te liken en we zien je graag terug in de volgende video.